je vertellen. Nou, dit is Loekie. Loekie doet het goed. Nog steeds de kleinste van het hele span. Maar ze doet het, hij doet het goed. Dus hij is, ondanks dat hij de kleinste is, is het ook wel een van de brutaalste. En hij heeft echt wel pit en hij loopt een race en te rennen achter zijn broertjes en zijn zusje. Hij heeft nog steeds een paar witte haren onder zijn kin. Blauwtje? Ja. Hoe we gaan noemen weten we niet, hè? Nee. Over, kijk het niet, aankomende week, maar die week erop gaan ze naar de dierenarts. Krijgen ze alle vier een prik. Dan zijn ze ingeënt en dan zijn ze goed 8,5 week, bijna 9 weken. En dan, ja, als ze, dan mogen ze weg in feite. Zo tussen de 10e en 11 weken mogen ze weg. Dus als degene die ze wil hebben, ze op komt halen, dan hebben ze in ieder geval een ingeënte kat bij ze. En een ontzettend speels en aanhankelijk beest. Ja. En zindelijk, zag ik. En zindelijk, ja, zeker. Vet, ook een boef, speelt de hele dag met zijn broertjes en zijn zusje. En dit zusje, Tilly blijft bij ons. Tilly is nog steeds de zwaarste van het hele stel. Die eet gek op Brinta en op brokjes. En water, vooral waterbakjes omgooien, dat is natuurlijk heel erg leuk. En daarna weglopen. Lekker laten liggen tot ik het opkom.